En wij hadden zoiets van, ja, als niemand erover praat, dan gaan wij het doen. En zo sta ik ook in het leven. Als je een probleem tegenkomt en je vindt het een probleem en je kan er wat aan doen, dan moet je het zelf doen, hoe groot of klein het ook is. Op je gewone verpakkingen van tampons en maandverband, daar zie je helemaal geen ingrediënten op staan. Wat heel gek is, want voor ieder ander verzorgingsproduct, of nou je make-up is of nou ja, je tandpasta, daar staan gewoon ingrediënten op. Maar dan voor een van de meest intieme producten die je als vrouw iedere maand weer moet gaan gebruiken, daarvan kan je niet weten. Nou, dat vind ik gewoon niet kunnen. Er blijken dus geen regels te zijn op EU-niveau wat de industrie moet respecteren als het gaat om wat er wel of niet vermeld moet worden op de verpakking. Maar ook niet dus wat er specifiek wel of niet in mag zitten. En wij vinden dat dat moet veranderen. Wat kan ik nou doen om mijn gezondheid te ondersteunen? Ik ontmoette daarin een arts en zij adviseerde mij om een overstap te maken naar biologisch katoenen tampons en maandverband om verdere irritatie te voorkomen. Nou, dat was iets super persoonlijks. Dus ik moest omfietsen omfietsen voor mijn speciaal tampons naar een speciaal zaak. En als vrouw zijnde, dan begrijp je, dat werkt gewoon niet. Dus iedere keer als ik op Schiphol stond of bij mijn ouders, buiten de Randstad, nou, werd ik geconfronteerd dat mijn speciaalzaak er niet was en dat ik dus geen speciaal tampons kon halen. En zij lieten mij weten dat mijn producten dus eigenlijk helemaal niet van pure katoen gemaakt zijn, maar meestal met een mix met synthetische stoffen zoals rayon. Vaak zit er een laagje plastic eroverheen, wat je als consument eigenlijk helemaal niet door hebt. Er kunnen parfums in verwerkt zijn, super absorbent pearls. En als een product gewone katoen bevat, dan is katoen een van de meest bespoten gewassen ter wereld. Wij maakten toen de aanname, en ik kan ondertussen wel zeggen dat die juist was, dat als wij het niet wisten, dat waarschijnlijk heel veel vrouwen dat niet wisten. En wij vonden dat iedere vrouw zou moeten kunnen weten waar haar meest intieme producten van gemaakt zijn. Dat dat gewoon op het doosje zou moeten zitten en dat ze beschikbaar zouden moeten zijn. Dus dat je niet om hoeft te fietsen voor je speciaal tampons, want er is niks speciaals aan. Wij proberen met de design tampons en maandverband uit dat soort van schaamte wc-papierhoek te halen en juist neer te zetten als een verzorgingsproduct. Ik zie ook veranderingen bij die vier hele grote jongens die de wereldmarkt domineren. Nu tegenwoordig, als je op hun website gaat en een paar keer doorklikt, dan vind je soms ook wel wat informatie over de ingrediënten. En ik hoop dus dat we over zo snel mogelijk, dat je op hun verpakkingen ook gewoon kan lezen waar de producten van gemaakt zijn. En dus dat er verandering teweeg zal komen. Ik denk dat je als klein bedrijf juist grote bedrijven kan inspireren met je verhaal van hoe je dingen anders kan doen en hoe je er naar tegen dingen aankijkt. Dus dat zie ik ook als een rol van Joni om anderen te inspireren en hoe dat dan in de toekomst plaats gaat vinden en met andere grote bedrijven. Ik weet het niet. Tijd zal het leren.